Oké, nou, ik heb hier net ook even deze kliniek bijgewoond. Hoe vind je het om zoiets te geven aan die jongens? Hartstikke leuk. Ik vind het leuk om ze te laten zien wat boksen is. Dat het niet zo eenvoudig is. Je ziet het links, rechts. Het is niet zo makkelijk. En je ziet dat ze toch enthousiast meedoen. Ja, en het is natuurlijk niet zomaar dat je die kliniek geeft. Want je vader heeft hier een tentoonstelling nu over zichzelf. Wat vind je van die tentoonstelling? Ik vind het geweldig. Zoveel jaar natuurlijk overleden en dat nu zeg maar in Boijmans. Ik ben er heel erg trots op. Ja, en raad je het nou ook echt aan iedereen nu gelijk aan om even een kijkje te gaan nemen? Ja, tuurlijk. En iedereen die merkt het ook op in de kranten of Vrij Nederland of op televisie. Dus dan zeg ik, ga er vooral heen. En gelukkig gaat het mond-op-mond reclame gaat nog veel beter. Oh, sorry. Hey, even wachten jongens. Eén momentje nog. Dat gaat hartstikke goed. Iedereen wil er ook graag naartoe. Ja, en nu er is ook een boek uitgegeven. Hoe vond je dat? Ah, dat vind ik zo mooi. Ja, ik ben er heel erg trots op. Bij de fotograaf van de nieuwe tentoonstelling die hier is gestart over Cor Everstein in het Boijmans Museum. Hoe bent u mee begonnen om ooit Cor Everstein te gaan volgen en te gaan fotograferen? Cor was in de jaren 70, ik denk dat het 1978 was, ontmoette ik Cor toen ik als jonge fotograaf werkte voor onder andere het Vrije Volk. En ik zag Cor als een wervelwind in de ring gaan. En ik dacht, ja, wat een mooie vent is dat. En die wil ik fotograferen. Dus ik besloot om hem te volgen tijdens wedstrijden, maar ook tijdens hardlopen. We zijn samen op vakantie geweest. En ik wilde heel graag een boek over hem maken. En nu zijn we bijna 30 jaar verder en nu is eindelijk het boek er. Dus ik heb hem eigenlijk uit het stof gehaald en weer opnieuw zijn we ermee aan de slag gegaan. Ja, en naast het boek ook een tentoonstelling. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen nu uiteindelijk na 30 jaar? Het was de bedoeling om het al veel eerder te doen. Maar Cor is in 1983 overleden. Toen is het heel lang blijven liggen. En toen ik... Eigenlijk is het zo gegaan dat ik 2 jaar geleden zijn dochter Peggy weer tegenkwam. En toen hebben we samen besloten van we gaan het boek maken. Foto's die je hier in het museum ziet, die heb ik gemaakt. En ik heb hem natuurlijk ook maar de laatste 5 jaar van zijn leven gekend. Maar waar het boek ook vooral uit bestaat, zijn foto's die allemaal komen uit het archief van de familie Everstein. Dus dat wil zeggen dat je Cor ziet als baby, als kleuter, als puber. Dat hij aan boksen is op de kermis. Dat hij zijn eerste wedstrijd aan het doen is. Dat hij langzamerhand kampioen wordt van Zuid-Holland. Hij wordt kampioen van Nederland. Je ziet hem op vakantie gaan. Hij wordt Nederlands kampioen bij de professionals in het weltergewicht. Maar je ziet bijvoorbeeld ook zijn vader. Bram Everstein was ook een Nederlands kampioen in het bantamgewicht. En daar begint het allemaal mee. Dus hij heeft het eigenlijk, zou je kunnen zeggen... Heeft Cor vanaf baby heeft hij helemaal opgegroeid in het boksmilieu. Zijn vader heeft het hem echt geleerd. Er zit ook een foto in het boek. Daar zie je hem als jongetje van 5 in de bokshouding staan. Op het balkon. En dan staat hij de knokken tegen zijn vader. Dus het kon bijna niet anders dan Cor was voorbestemd om bokser te worden. Wat dingen doen hier voor het museum of anders? Nou, dat is niet dat ik weet. Ik denk dat dit voorlopig jaar gaat zeggen dat iedereen naar het museum toe kan. Oké, dankjewel. Heel goed. We gaan meteen wat leuks doen. Daar van zeg maar die oefening op de binnenkant van die handschoen. Ga je proberen om jezelf te verdedigen. Dus ik geef jij mij de linkerhoek. Die ga ik zeg maar afweren. Ja? Niet te hard, zo eventjes proberen. Dus jij geeft gewoon een linkerhoek. Oh, en rechts op. Ja. En dan gaat eigenlijk de stoot afwagen op. En hij gaat hem blokken. Hij blokken. Probeer zo dicht mogelijk zeg maar, bij dat je niet zeg maar, dit gaat doen. Zie je? Probeer nog aan je gezicht. Ik doe het bij jou. Ik heb net een kliniek gehad hier van de dochter van Cor Everstein. Wat vond je van de kliniek? Ja, ik vond het wel leuk om te doen. Het is wel speciaal met de dochter van Cor Everstein om dat te doen. Het is wel denk ik speciaal om dat te kunnen. Ja, en wat vond je van de training die ze gaf? Was het zwaar? Ja, zeker aan het eind met die handen draaien. Dat was echt uithouden. Ja, en denk je dat nou ook iets is om te doen zelf, om een beetje in conditie te blijven? Nee, lijkt mij niet leuk. Ik vind het leuk om zo een keertje te doen, maar niet voor altijd. Oké, dankjewel. Okay.